Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waarin het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Vierde COVID-19-golf brengt snelle stijging in aantal positieven. Politie hanteert gewijzigde aanpak lockdown-overtreders. Wie Uma Fusranang op audiëntie bij minister Achaibersi? En eigen verantwoordelijkheid van enorm belang in vierde COVID-19-golf. Suriname bevindt zich momenteel in de vierde COVID-19-golf. Deze gaat heel snel en er is een behoorlijke groei in het aantal positieven. Zo gaf epidemioloog Rajesh Ori tijdens een op dinsdag 31 augustus belegde persconferentie te kennen. Ori, tevens directeur van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, zegt dat gewaakt moet worden voor een situatie als in de derde golf. De vaccinatiebereidheid is niet bijzonder en de BOG-functionaris laat ook optekenen dat Suriname thans 12 nieuwe Delta-besmettingen heeft. Luister u mee. We zien al dat we al in de vierde golf zijn. Het gaat heel snel. We zien dat het heel stijl omhoog gaat. Dus het aantal testen die we hebben gedaan, we zien ook dat vanaf de derde golf we veel meer testen doen. U ziet zelf dat we bijna 2 maal meer testen doen. En de positivity rate is 31,7%. Dit is data tot afgelopen vrijdag. We hebben gemerkt in de laatste dagen dat het veel hoger is. Wel moeten we toegeven dat in het weekend er minder mensen komen testen. En vandaar dat eigenlijk elk weekend de positivity rate altijd veel hoger is dan door de week. Dit is, voor als we kijken onderin, kijken we aan de rood. Rood geeft aan groei ten opzichte van de vorige week. En als we kijk aan het eind, zie je dat er behoorlijk groei is. Elke week zien we dat er een groei is. Aantal positieven. Dus er zijn dan meer positieven. We hebben periodes gehad toen we groen zaten. Dat er minder positieven waren. Maar we zien dat we nu steeds meer positieven krijgen. Dit is hetzelfde. Man-vrouw verhouding. Meer mannen dan vrouwen. Van een 50 personen. Het geslacht niet goed bijgewerkt. Dus weer een aantal testen dat zijn gedaan op maandbasis. En dan zien we weer dat, wat ik eerder zei, derde golf in juni, dat we de meeste testen hebben gedaan. We hebben bijna 16.000 testen gedaan. Het zijn PCR-testen. Ik denk dat jullie weten wat een commerciële test kost voor PCR. En dit is dan is heel verschrikkelijk duur. We hebben constant een challenge om alle lab consumables en testkits te hebben. Want we zien dat we vanaf daar ook in juli en augustus een heleboel testen hebben gedaan. Positivity rate 28 punt. Zoveel. Dit zijn opnames en dan zien we dat van 316, die waren niet volledig gevaccineerd. Van al die opnames, 9 waren volledig gevaccineerd. U ziet het verschil, wat we altijd hebben gezegd. Vaccinatie geeft geen garantie dat je besmet kan raken. Wat wel zo is, dat de kans dat je komt te overlijden of ernstig ziek wordt, wordt geminimaliseerd. En dat zien we ook in onze cijfers. Dus de R, we zien dat de R is op 1,56. Dus als we 10 positieven nu hebben, dan verwachten we 15,6 nieuwe cases. Er is behoorlijke groei. Mogelijk, het gaat hard. We hopen niet dat het blijft stijgen, anders gaan we heel snel in code. Net als wat is gebeurd in de derde golf, dat alles overvol was. Dat ziekenhuizen patiënten niet hebben kunnen opnemen. We hopen niet dat het zo ver komt. Dus sterfte per maand. We weten allemaal dat in juni de meeste sterfte hebben gehad. De tweede groep is juli. Maar de presentatie is available als jullie dat willen hebben. Want ik zie dat jullie foto's maken. De presentatie gaat altijd available zijn. Oké? Dan hoef je niet foto's.
We hebben veel meer doden gehad. Dat heeft niet alleen te maken met het aantal cases, het heeft ook aan te maken met de varianten. We weten allemaal, we gaan dat, straks dat ook zien, dat in de derde golf voornamelijk te maken hadden met P1, Manaus variant. En dat is besmettelijker en ernstiger. Dat zien we ook in de cijfers. De sterfte naar etnische groep is hoeveel sterfte we hebben gehad. En dan zien we dat is een grote groep nog. Dat onbekend is. Er is een deel dat mensen gewoon niet willen aangeven wat de etniciteit is. En een deel dat misschien niet goed verwerkt is. We zien dat wat percentage is, gewoon absolute percentages, wat het percentage is van de verschillende etnische groepen. Vaccinatie. Aantal personen volledig gevaccineerd. Maar dit is verkeerd, want ik zie dat het omgekeerd is gezet. Het moet zijn juist. Volledig gevaccineerd moet zijn 74.000 en partieel gevaccineerd moet zijn 124. Dat is omgekeerd gezet, zie ik. Dat is verkeerd gezet. Maar verontschuldigen daarvoor. Maar we zien dat vaccinatiebereidheid ook niet zo bijzonder is. Gisteren was ik ook mijn eigen kinderen gaan vaccineren voor Pfizer. En er was volgens mij 4 personen maar tegen 10 uur. We dachten dat het ligt aan vaccin, want er was een heleboel lawaai dat werd gemaakt over AstraZeneca. Nu hebben we Pfizer en KKF gisteren en het was echt leeg. Ik vind het wel erg. We hebben zoveel vaccins en al die vaccins zijn. Pfizer is vooral een heel duur vaccin. Ze hebben een vervaldatum en hopelijk krijgen we nog een toeloop voor vaccinatie. Dit resultaat is gisteren binnengekomen van sequencing. We hebben 12 Delta varianten erbij. Delta is het India's variant, voor de mensen die het zo willen onthouden. Maar we hebben 12 nieuwe Delta varianten. Vanwege een gewijzigde aanpak door het Korps Politie Suriname vinden er tijdens de lockdowntijden minder controles plaats bij de bruggen. Commissaris Henry Seedorf van het KPS, COVID-19 coördinatieteam, zegt dat nu volstaan wordt met het opleggen van een boete. Het overtreden van de COVID-19 maatregelen wordt namelijk als een strafbaar feit aangemerkt. Echter bestaat ook de mogelijkheid om langs bestuurlijke zin tot een afhandeling te komen. Het KPS gaat daarnaast ook af op elke informatie over feestjes. Evenwel is niet elke informatie juist, benadrukt de politiefunctionaris. De politie reageert op alle informatie die ze in dit verband krijgt. Zo gauw we concrete informatie hebben over in dit geval het houden van parties, dan is het zo dus dat er wel gereageerd wordt. Aan de andere kant moet ik zeggen dus dat de informatie vanuit de burgerij niet altijd valide is, niet altijd juist is dat wat wordt aangegeven zo is. Maar nogmaals, de politie reageert op alle binnenkomende informatie en zo gauw dat op waarheid berust, wordt er opgetreden. De controle bij de bruggen. Sinds vrijdag hebben we dus een wijziging in aanpak. Was het zo dus dat wij naast de maatregel om lockdown overtreders op te brengen, is het sinds vrijdag zo dus dat wij volstaan met het opleggen van een boete. De overtredingen van de COVID-maatregelen worden aangemerkt als strafbare feiten, enerzijds. Aan de andere kant hebben we ook nog de mogelijkheid om langs bestuursrechtelijke zin tot afhandeling te komen. Dus het feit is dat u minder controle ziet bij de brug heeft te maken met de gewijzigde aanpak. Dus dat wij volstaan met het opleggen van een boete. En vooralsnog geen lockdown-overtreders overbrengen. Ter aanzien van uw vraag wat de stand is van
de verschillende cases. Nogmaals, het is zo dus dat wij geen separate cases blijven volgen. Maar als het gaat om statistiek en de stand van bepaalde cases, is het zo dus dat wij met onze reguliere persdienst daarop ingaan. En de laatste vraag had betrekking op dat van mevrouw Hoever. Als politiemensen over de schreef gaan en ondersteuning geven aan strafbare gedragingen, hebben we dus interne processen en procedures die daarvoor gelden. We hebben wekelijks onze tuchtmomenten. En als de informatie bekend is en uit onderzoek is komen vast te staan dat politiemensen zich daarvoor lenen, dan wordt er wel opgetreden. De Agrarische Vrouwencoöperatie, Wiuma Fusranang, heeft op 31 augustus 2021 een bezoek gebracht aan minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning. Het betrof een officiële kennismaking in het kader van economische ontwikkeling. Aan de bewindsman werd een presentatie gegeven over de organisatie en haar doel om duurzame inkomsten voor vrouwen te creëren. Wiuma Fusranang focust zich op vrouwen in de agrarische sector, vooral in rurale gebieden. Zij streeft ernaar om de levensstandaard van vrouwelijke agrarische producenten te verbeteren. De coöperatie heeft in 2020 zelfs de Superheroes of Development Award ontvangen van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Wiuma Fusranang produceert pap- en meelsoorten uit aardvruchten en heeft ook babyvoeding ontwikkeld. Deze voldoet aan de standaarden en richtlijnen met betrekking tot productie van levensmiddelen en voedselveiligheid. Aangezien er in het herstelplan van de regering ook een babyvoedingsprogramma opgenomen is, acht minister Achaibersing het een goed idee het lokale product hierin te incorporeren. Ik sta volledig achter dit project, dat werkgelegenheid stimuleert en een Surinaams product is. Aldus minister Achaibersing. Een vierde COVID-19-golf heeft zich aangediend in Suriname. Dat het ernstig is te merken aan het dagelijkse aantal positieven. Binnen deze situatie is daarenboven de Delta-variant actief. Gezondheidsinstanties, zoals het ministerie van Volksgezondheid en het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg, waarschuwen voor een kritieke situatie als tijdens de derde golf. De autoriteiten hebben besloten de geldende maatregelen vooralsnog niet aan te scherpen. Echter wordt op de samenleving het beroep gedaan haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit houdt in dat u nog altijd de hygiënevoorschriften, waaronder de Mohana-maatregelen, in acht zal moeten nemen. Voor uw eigen bescherming en dat van uw naasten is het vooral aangeraden zich te laten vaccineren. Laat de vierde golf de normalisatie, waar wij allen naartoe willen, niet beïnvloeden. Vaccineren is daarom in ons aller belang. U heeft de keus tussen AstraZeneca, Moderna, Sinopharm en Pfizer voor u en uw kinderen. Vaccineren betekent nog altijd levens redden. Laat u informeren en tikaspoiti. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.